Deze video gaat over formules met logaritme omwerken. In deze video ga ik je laten zien hoe je formules met logaritme kunt omwerken en ik ga het uitleggen met de hulp van drie voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier staan. De opdracht is, we hebben gegeven deze formule en we moeten die formule schrijven in de vorm n is b keer g tot de macht t. We mogen daarbij b afronden op gehele en g op twee decimalen. Dus we moeten van deze formule deze vorm maken. En om te beginnen laten we eerst even goed kijken wat zijn nou de verschillen tussen deze formule en de formule die je daar ziet staan. Nou, je ziet we beginnen hier met log n. En hier hebben we alleen n staan. Dus wij moeten er op de een of andere manier voor zorgen dat die log n die hier staat verdwijnt. Hoe gaan we dat doen? Nou, we gaan dat doen met behulp van de belangrijkste regel voor logaritmen, en dat is deze. 2 log 8 is 3, want 2 tot de derde is 8. En we gaan die regel als volgt gebruiken. Je hebt hier log n. En log n is hetzelfde als 10 log. He, want als er bij de log geen grondtal staat, staat er eigenlijk een 10. En die 10 die gaan we even toevoegen hier. Dus het wordt 10 log n. En dan nou wil ik heel graag die log hier weghalen. Ik wil alleen maar de n overhouden. Nou, hoe kun je dat doen? 2 tot de derde is gelijk aan 8. He, dat is wat hier staat. Dus als ik het grondtal tot de macht van de uitkomst neem, dan is dat gelijk aan de binnenkant bij ons staat aan de binnenkant de n. En dat is precies wat we willen. Hè? We willen namelijk hebben n is b g tot de macht t. Dus die n wil je in zijn eentje hebben. Dus dan krijg je hier n is. Nou, de n is de 8. Wat moeten we dan doen? 2 tot de derde, oftewel het grondtal tot de macht van de uitkomst. Dat gaan we hier ook doen. Het grondtal is 10. En de uitkomst, dat is dit hele verhaal. Dus je krijgt dan n is gelijk aan 10 tot de macht 0,03. 34t plus 2,30. Je ziet, we hebben nu de n in zijn eentje aan de linkerkant staan en aan de rechterkant staat iets wat er wel heel ingewikkeld uitziet. Maar laten we even kijken wat we eigenlijk precies met die rechterkant moeten doen. Er staat, de rechterkant moet van de vorm zijn b keer g tot de macht t. Dus in de macht mag alleen maar de t staan, dus we moeten deze nog wegwerken en die 2,30. Hoe kan je dat doen? Nou, volgens de rekenregel van machten kan ik wat hier staat splitsen in twee dingen. 10 tot de macht dat eerste stuk keer 10 tot de macht het tweede stuk. Dus we maken ervan n is 10 tot de macht 0,0334t keer 10 tot de macht 2,30. Je ziet, ik heb hem dus gesplitst volgens de rekenregel van machten. Keer betekent plus. Die rekenregel past we nu andersomom. Dus we hebben hier plus. Plus betekent dus keer. En nu zie je ik heb hier 10 tot de macht 2,30. Nou die kan ik gewoon uitrekenen. Dat wordt een getal. En dat losse getal dat wordt mijn waarde van b. En b mogen we afronden op gehele. En daar komt 200 uit. Dus hier ga ik alvast neerzetten. Dit wordt keer 200. Nu is de vraag wat gaan we hiermee doen? Hier moet ik dus g tot de macht van maken. Dus ik moet op de een of andere manier die 0,0334 daar wegkrijgen. Hoe kunnen we dat doen? Ook daar kunnen we weer een rekenregel voor machten toepassen. En die rekenregel die zegt dat je ook die t hier buiten de haakjes mag neerzetten. Ik bedoel ermee het volgende, je krijgt dan n is 10 tot de macht 0,0334 tussen haakjes tot de macht t keer 20. Ook dit is een toepassing van de rekenregels voor machten. En waarom zou je deze rekenregel toepassen? Nou, die 10 tot de macht 0,0334, die kan je nu gewoon uitrekenen op de rekenmachine. Daar komt namelijk uit, afgerond op twee decimalen, 1,08. Dus dan krijgen we n is 1,08 tot de macht t keer 200. En nu zie je ook waarom ik die rekenregel hier eerder heb toegepast. Want hier heb ik nu mijn getal staan, mijn g. En in de macht heb ik alleen nog maar de t over. En dat is precies de reden dat ik er hiervoor koos om er haakjes omheen te zetten. Dan kan ik dus die 10 tot de macht 0,0334 uitrekenen. Dat wordt 1,08 en dat is dus de g. En die g moet je dus afronden op twee decimalen, hè? vandaar dat ik er 1,08 van gemaakt heb. En we zijn bijna klaar, we moeten alleen nog even de volgorde wisselen, want de b hoort eerst te staan dan de g. Dus dat wordt dan n is 200. Keer 1,08 tot de macht t. En nu zijn we klaar. Nu hebben we de eindvorm. Dus we hebben deze opgave nu helemaal netjes uitgewerkt. Dus wat hebben we gezien bij dit voorbeeld? We hadden die log en die wilden we wegwerken. Dan gaan we dus log en wegwerken met de hulp van de regel die we hier hebben geleerd. En je hebt hier 10 log. Dus aan de andere kant doe je 10 tot de macht. Dan krijg je dus dit stuk. En vanaf dat moment was het een kwestie van rekenregels voor machten. Plus betekent keer. Die uitrekenen, hier haakjes toevoegen, dit ook uitrekenen, netjes in de volgorde zetten en dan vind je het antwoord. Oké, okay, het tweede voorbeeld. We hebben gegeven de formule log f is 1,30 plus 3 keer log l. En we moeten die formule schrijven in de vorm f is a keer l tot de macht n, waarbij we a mogen afronden op gehele. Dus we hebben deze formule en die moeten we in die vorm gaan zetten. En laten we eerst even kijken wat zijn nou de belangrijkste verschillen tussen deze twee formules. Nou hier zie je we beginnen met log f en hier hebben we gewoon f. Dus we moeten er op de een of andere manier voor zorgen dat die log weggaat en dat we gewoon f overhouden. Bij het vorige voorbeeld hebben we iets soortgelijks gedaan en toen hadden we bedacht, oh hier is het eigenlijk een 10, dus ik ga aan de andere kant doen 10 tot de macht. Alleen het probleem is omdat hier log l staat, is het niet zo makkelijk om daarvan te maken 10 tot de macht. En daarom gaan we nu kiezen voor een iets andere aanpak. Het kan dus wel, je kan dus wel zeggen ik doe hier 10 tot de macht dit stuk en dan ga ik het uitwerken, maar ik vind dat persoonlijk een stuk lastiger en daarom ga ik bij dit voorbeeld een andere tactiek gebruiken. Hoe ziet die tactiek eruit? Nou, we gaan eerst even aan de rechterkant kijken of we daar op de een of andere manier één logaritme van kunnen maken. Want als ik hier een logaritme heb en ik heb hem daar en ze hebben allebei hetzelfde grond al, dan mag ik ze weghalen en dan hou ik alleen die binnenkanten over. En ik hoop dat het dan lukt om in één keer dan deze formule te krijgen. Dus wij gaan aan de rechterkant proberen om er één logaritme van te maken. Nou, hoe kunnen we dat doen? Laten we eerst die 3 die hier staat even in die logaritme zetten. Want volgens rekenregel nummer 3 mag ik een getal wat ervoor staat ook erbinnen zetten, maar dan in de macht. Dus dan krijgen we log f is gelijk aan 1,30 plus. Log. L tot de macht 3. Nu dus zie je, ik heb die 3 erbij gezet. Het enige wat ik nog moet doen is iets met die 1,30. Want dan heb ik hier 1 logaritme staan en dan kan ik die logaritme weghalen en ben ik klaar. En wat kunnen we met die 1,30? Daar kunnen we ook een logaritme van maken. Hoe pakken we dat aan? Nou, kijken we even naar die belangrijke regel voor logaritme. 2 log 8 is 3, want 2 tot de derde is 8. Want deze regel kan je helpen om van een los getal een logaritme te maken. We doen dat als volgt. 2 log 8 is 3. Ik heb daar even een kleine tussenstap bij geschreven. 8 kan ik namelijk schrijven als 2 tot de macht 3. Dus 2 log 2 tot de macht 3 is gelijk aan 3. Oftewel, de uitkomst van een logaritme, dus die 3, die is precies hetzelfde als de macht die hier tussen haakjes staat. Dus als ik van een los getal een logaritme wil maken, wat doe ik dan? Ik kies een logaritme waarvan ik zelf het grondtal mag bepalen. Maar het grondtal moet hetzelfde zijn als het grondtal hier. En de macht van die logaritme die is gelijk aan de uitkomst. Dus hoe gaat dat eruit zien bij ons? Nou, we hebben hier dus 1,30, dat is onze uitkomst. En daar wil ik een logaritme van maken. Dus we krijgen dan log F is gelijk aan. Nou die 1,30... Die komt dus in de macht terecht. Dus wij krijgen hier een logaritme. En in die logaritme komt in de macht 1,30 te staan. Want die macht is de uitkomst van de logaritme. En de uitkomst is 1,30. Maar nu is de vraag wat wordt hier het grondtal. Want in het voorbeeldje hier is het grondtal 2. Want je hebt 2 en 2 heb je daar staan. En die twee getallen zijn altijd hetzelfde. Maar hoe zit het dan bij ons? Nou, een gewone log, daarvan hadden we net in het eerste voorbeeld besproken. Dat heeft eigenlijk als grondtal 10. Dus hier staat eigenlijk een 10. En die 10 staat hier ook. Dus wij maken er van 10 log. En aangezien het grondtal van de logaritme ook daar het grondtal is, hebben we dat hier ook. Dus Je hebt hier een 10. Dan moet ik hier tussen de haakjes er ook van maken 10 tot de macht 1,30. En uiteraard hebben we nog die plus log l tot de macht 3. Dus we hebben van die 1,30 van het losse getal een logaritme gemaakt met behulp van de regel die hier staat. De uitkomst is eigenlijk de macht aan de binnenkant. Het grondtal kies je zelf. Ons grondtal weer 10, dus je krijgt hier een 10 en daar een 10. En de uitkomst zet je in de macht. En waarom deden we dit? Nou, we wilden van dit allemaal één logaritme maken. En dat kunnen we nu wel makkelijk doen. We gaan eerst eventjes die 10 tot de macht 1,30 uitrekenen. Daar komt 20 uit, dus dan krijg je 10 log f. Is gelijk aan 10 log 20 plus log L tot de macht 3. En ik heb ook hier eventjes als grondtal 10 bijgezet. Voor de duidelijkheid, die grondtallen zijn allemaal hetzelfde. Nou, nu hebben we plus staan. De logaritmen hebben hetzelfde grondtal. En plus betekent dat je ook keer kan doen. Dus we kunnen van deze twee logaritmen één logaritme maken met keer ertussen. Dus dan krijg je 10 log f. Is gelijk aan 10 log 20L tot de macht 3. He, plus betekent keer, samengevoegd keer ertussen. En nu heb ik precies wat ik wil, want ik wilde een situatie waarbij ik links en rechts een logaritme had. En het moest maar één logaritme zijn met hetzelfde grondal. Nou, dat is gelukt. Hier een logaritme 10, hier ook een log met 10. Die logaritme haal ik allebei weg. En dan hou ik over het antwoord. En het antwoord is f is... 20L tot de macht 3. En dit is dus het antwoord op deze vraag. Ja, want je ziet, ik heb dus nu F is A keer L tot de macht N, 20 keer L tot de macht 3. En nu hebben we dus deze vraag helemaal netjes uitgewerkt. Dus wat hebben we gezien bij deze opgave? Hij was wat lastiger dan voorbeeld nummer 1. Dat komt dus omdat aan de rechterkant ook al log staat. En daardoor konden we dus niet zeggen, we doen 10 tot de macht. Dat is bijvoorbeeld 1. Dat lukte niet, we moesten het anders aanpakken. Wat hebben we gedaan? Van die rechterkant gingen we één logaritme maken. Nou, die 3 kon in de macht. Dit was wat lastiger, hè? gingen we doen met die belangrijke regel. Toen hebben we de logaritme samengevoegd. Links en rechts hadden we dezelfde logaritme. Die haalden we weg. En toen vonden we het antwoord. Oké, okay, het laatste voorbeeld. Gegeven is de formule t is 4 keer log n min 14. En we moeten die formule gaan schrijven in de vorm n is b keer g tot de macht t. En daarbij mogen we b afronden op tientallen. En g op 2 decimalen. Laten we eens even kijken wat zijn nou de belangrijkste verschillen tussen deze formule en de formule die hier staat. Nou, je ziet wij hebben hier de t in zijn eentje aan de linkerkant. En de n staat in de log. En in onze eindvorm staat de t helemaal niet links, maar staat juist de n links. En is die logaritme helemaal weg. Dus wij moeten ervoor zorgen dat die logaritme hier zo weggehaald wordt. Zodat de n in zijn eentje aan de linkerkant komt te staan. Nou, Laten we daar maar even mee beginnen. We beginnen gewoon even met het wisselen van links en rechts, want dan staat de n in ieder geval alvast aan de linkerkant. Dus dan krijg je 4 keer log. N is min 14 is gelijk aan t. Nu wil ik ervoor zorgen dat ik log n in zijn eentje krijg, want als hij in zijn eentje staat, dan kan ik hem daarna weghalen. Dus wij gaan eerst de 4 en de 14 hier weghalen, die moeten naar de andere kant, want dan staat de log n in zijn eentje. Zoals je weet, je moet altijd eerst de 14 weghalen, want dat is het losse getal. Dus die verplaatsen we naar rechts en dan krijgen we rechts plus 14. Dus links wordt dan 4 keer log n. En de rechterkant t plus 14. Nu gaan we de 4 weghalen. Er staat 4 keer log n, dus je moet het tegenovergestelde van keer doen. Dat is gedeeld door. Dus wij gaan nu links en rechts delen door 4. Dus dan krijg je aan de linkerkant alleen maar log n. En rechts, nou als ik t deel door 4, voor de t staat een eentje, dat wordt dan 1 vierde t. Dus log n is 1 vierde t. Plus en 14 gedeeld door 4, dat is gelijk aan 3,5. Dus plus 3,5. Nu hebben we log n in zijn eentje neergezet. Nu gaan we dat omschrijven, zodat de log weggaat en we alleen de n overhouden. En want je wil uiteindelijk ook maar de n in zijn eentje overhouden. Hoe doen we dat? Nou, daarvoor maken we gebruik van de belangrijkste regel voor logaritme. Die staat hier. 2 log 8 is 3, want 2 tot de derde is gelijk aan 8. Ik wil die binnenkant overhouden. En waar hier een 8 staat, staat bij ons een n. Die wil ik in zijn eentje overhouden. En 8 is gelijk aan 2 tot de derde. Oftewel het grondtal tot de macht van de uitkomst. Dus in ons geval krijg je dan n is gelijk aan. Nou, het grondtal van de logaritme, daar staat niks. Maar zoals je weet staat er dan eigenlijk een 10. Dus hier staat 10 log. En we nemen dan het grondtal tot de macht van de uitkomst. Dus tot de macht van dat hele stuk. Dus n is 10 tot de macht 1 vierde t plus 3 en een half. En nu zie je dat we dezelfde vorm hebben gekregen als die we ook hebben gezien in voorbeeld nummer 1. Je hebt namelijk aan de linkerkant een n. Aan de rechterkant heb je 10 tot de macht van alles en nog wat. En dan moet je van maken n is b keer g tot de macht t. Dus wij moeten die 1 vierde uit die macht weghalen en die 3,5. Hoe pak je dat aan? Nou, je kunt hier met een rekenregel voor machten dit splitsen in twee losse dingetjes. Want plus in de macht betekent ook dat je er twee keer 10 tot de macht van kunt maken, maar dan met een keer ertussen. Dus we krijgen dan n. ...is gelijk aan 10 tot de macht 1 vierde t keer 10 tot de macht 3 en een half. Nu gaan we verder kijken wat kunnen we doen. Die 10 tot de macht 3 en een half, die kunnen we uitrekenen. Daar komt gewoon een getal uit. En afgerond op gehele wordt dat 3162. Dus n is iets keer 3162. Wat kunnen we hiermee doen? Nou, net is bij voorbeeld nummer 1 kan ik hier haakjes toevoegen... Bij die 1 vierde, dus dan krijg je 10 tot de macht 1 vierde tussen haakjes tot de macht t. En dit was ontzettend handig, hadden we in voorbeeld 1 ook gezien, want ik kan nu die 10 tot de macht 1 vierde uitrekenen. En dat wordt de waarde van g in ons antwoord. En als je dat doet en je rondt het af op twee decimalen kom je uit op 1,78. Dus je krijgt dan n is 1,78t keer... 3162. Dit is de formule die je dan krijgt. En nou, je ziet, het lijkt wel een beetje op ons eindantwoord. Hè? Het is nog niet helemaal de juiste vorm. Want in het eindantwoord hebben wij B vooraan staan. De B is 3162. Maar let op, B moet je afronden op tientallen. Dus dat wil zeggen, je moet hier dus van maken 60. Want na de 60 staat een 2. Dan moet je naar beneden afronden. Dus dan krijgen we N is 3160. Keer 1,78 tot de macht t. En nu hebben we onze eindvorm gevonden. N is dus b keer g tot de macht t. Die staat hier. En nu hebben we deze opgave dus netjes uitgewerkt. Dus wat hebben we gezien? Hij lijkt een beetje op voorbeeld 1. Alleen het begin is wel anders. En Aan het begin gingen we eerst nog even dingen van kant wisselen. Sowieso eerst even links en rechts verwisselen, want dan stond de n vast links. We gingen die min 14 naar rechts brengen en delen door 4. Daarna leek het op opgave 1, gingen we met behulp van de belangrijkste regel overal 2 log 8 is 3, gingen we die logaritme hier weghalen. Aan de andere kant deed je 10 tot de macht. Toen deden we de rekenregels van machten van het eerste voorbeeld en kwamen uiteindelijk uit op onze eindvorm. En denk er alsjeblieft aan dat je nog even goed checkt. Hè? Heb ik goed afgerond? Want dit moeten we afronden op tientallen. Dus naar de 6 afronden, 3160 keer 1,78 tot de macht t. Handig hè, zo'n uitlegvideo? Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.